Nou, kijk eens. Tada! Hoi, leuk dat je weer meekijkt naar deze nieuwe video. Het is binnenkort Sinterklaas en dat betekent dat wij thuis dat gaan vieren met surprises. Nou, daar kan ik je een heleboel over vertellen, want dat is echt een hele leuke familietraditie waar we al jarenlang mee bezig zijn. Maar één ding wat ik even wil uitlichten is mijn vader. Want als je mijn vader jou getrokken heeft, dan ben je dus echt de sjaak. En met de sjaak bedoel ik dat je dan een surprise krijgt die niet open te maken is. Dat je moet worstelen om je cadeautje te krijgen, zoeken, noem maar op. Hij maakt het iedereen super ingewikkeld. Maar dat betekent dus ook dat iedereen zit te popelen om mijn vader te trekken. Want ja, dan kun je hem eindelijk een keertje terugpakken voor al het leed wat hij jou heeft aangedaan. Nou, driemaal raden wie er dit jaar op mijn loodje stond. Mijn vader. Maar ja, weet je, ik vond het zo sneu dat iedere keer iedereen hem maar probeert terug te pakken voor die coole surprises die hij brengt. Dat ik dacht, nee, dit jaar ga ik het gewoon anders doen. Ik ga hem trakteren op een biertje. Een biertjesurprise, want mijn vader die lust wel een biertje en die houdt ook van lekkere dingetjes. Dus dat ga ik voor hem maken. En stiekem is het eigenlijk ook nog wel een klein beetje een vieze surprise. Maar dat ga je zo wel zien. Nou, ik ga lekker aan de slag. Ik begin allereerst met een dienblad, want daarop ga ik mijn biertje serveren. Ik heb daarvoor een doos en die ga ik eerst even inpakken met, ik heb daarvoor bruin inpakpapier, zodat hij er wat mooier uit gaat zien. En ik heb ook nog een soort van deksel. Dat wordt namelijk mijn dubbele bodem, want hierin ga ik, heb twee cadeautjes, ga ik een van mijn cadeautjes stoppen. Dus die komt hier en dan komt straks de dubbele bodem komt daar bovenop. Dus deze ga ik ook nog even inpakken. Nou, daar begin ik mee. Zo, nou mijn dienblaadje is klaar. Ik denk dat dit serieus het meeste werk was, want de rest stelt niet zoveel voor. En is eigenlijk ook nog het allerleukste om te doen. Dus nou, ik ga mijn cadeautje ga ik hier even in doen. Ik hoop dat de deksel erin past nu. Zo. Die vul ik nog even op met wat vulsel. Zo. Nou, deze erbovenop. Net past er die nog. Nu moet hij ook even passen natuurlijk. Ja, dat doet hij. Nou, kijk. Mijn dienblaadje is klaar. Ik heb de dubbele bodem erbovenop gedaan. Daaronder zit dus mijn cadeautje. En hierop ga ik het biertje neerzetten. Nou, ik heb daarvoor echt een mega pul. Die komt hier. Zo. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik hem eerst even vullen. Met bier. Sort of. Nou, deze mag even opzij. Kijk, want voor dat bier heb ik namelijk een paar goedkope potten gel gekocht bij de Action. Een cadeautje, die moet er natuurlijk ook nog bij. Nou, deze ga ik in mijn bierpul stoppen. Jeeps. Ik had een lepel daarvoor. Het is van die stinkgel. Zo. Even lekker een paar klodders erin. Hoppakee. Nou, daarbovenop een cadeautje. Je denkt, nee, gaat ze er een cadeautje nou in die gel stoppen? Maar ik heb hieronder nog plastic zakjes gestopt. Maar ik vond het leuker om het te doen lijken alsof er echt een cadeautje in die bier zit. Dat ik hem lekker in die gel stop. Getverdemme. Nou, de rest van de gel er ook nog even bij. Zo. Hoppakee. Lekker vies. Oh, het stinkt echt. Zo, nou ik vind het zo wel mooi. Zo. Nou, ik verwarm ondertussen even mijn lijmpistool, want die heb ik nodig voor de volgende stap. Zo, die zit er alvast in. Ik ga namelijk nu mijn biertje, of dit blikje bier eigenlijk,
aan dit glas vastmaken. Net alsof hij een drankje inschenkt. En dan lijkt het net alsof hij zweeft. Nou, en dat ga ik doen door middel van ijzerdraad. Dat ijzerdraad maak ik aan mijn blikje vast en aan mijn pul bier. En daaromheen ga ik dan watjes plakken. Net alsof het schuimlaagje is wat nog uit het bierblikje komt gestroomd. Nou, ik kan het waarschijnlijk veel beter laten zien dan dat ik het kan vertellen. Dus ik ga gewoon lekker verder. En dan zie je zo wat ik precies bedoel. Lijntjes zal al een beetje warm is. Er zit ook wel lijmresten aan. Ja. Zo. Ik heb een heel lang snoertje, dus ik moet even dichterbij halen. Nou, ik doe een paar lekkere klodders lijm hier aan de zijkant. Aan de binnenkant van mijn beker. En daarin ga ik dan een ijzerdraadje steken. Vast. Dan weet ik zeker dat hij goed blijft zitten. Het zou zonde zijn als hij eraf valt. Zo. Nou, dat was de eerste stap. Daar nog mijn blikje eraan. Zo, nou mijn blikje zit al aardig vast. Om hem nu verder af te maken geef ik hem nog lekker een schuimkraag. En die maak ik van watjes. Ik leg even lekker wat watjes hier neer. En die watjes die ga ik zo een beetje uitfrummelen. En die ga ik om dat ijzerdraadje lijmen. Zodat je dat ijzerdraadje zo niet meer ziet. Nou, pak ik ook weer even mijn lijmpistool voor. Want dan blijft het boel allemaal ook lekker vastzitten. Zo. Gewoon vooral hier tegen dat stokje aan. Kijk. Zo. 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 Proost, ik vind dit serieus het allerlekkerste biertje van de wereld. Nou, in ieder geval de leukste. Zo, tijd om de surprise af te maken. Ik pak maar even mijn dienblad erbij. Die is al lekker zwaar door dat cadeautje erin. Nou, dan komt deze er nog eens even bovenop. Kijk, waar zat mijn cadeautje ook weer precies? Want ik denk dat ik hem daar het beste zo erop kan zetten. Zo. Nou, wat ik nog leuk als een finishing touch heb, is een bakje. Die ga ik er ook nog bij zetten. Ik denk dat ik hem ook gewoon even vastlijm. Ik kan het allemaal ook niet losraken. Hoppakee. Hopla. Zo. Nou, in het bakje doe ik nog even wat lekkere borrelnoten. Want ja... He, als je een bieravondje hebt, dan moet je het natuurlijk wel een beetje leuk maken voor jezelf. Nou, kijk eens. Tada! Mijn biersurprise is helemaal af. Nou, ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Ik vind hem superleuk geworden. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Zo ja, geef deze video dan nog even een duim omhoog. En mocht je het leuk vinden om nog meer surprises te zien, check dan even het linkje daar. Dan kom je op mijn blog terecht. En er staan superveel surprise ideeën. En dan vind je vast iets leuks tussen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond en dat ik je de volgende keer weer zie. Bedankt voor het kijken. Hoi!